Afgelopen weekend was er geen competitieprogramma voor PSV onder 19 en dus werd er een oefenwedstrijd ingelast. Zulte Waregem was de tegenstander. En bij PSV onder 19 wat andere namen dan dat u wellicht gewend bent. Want jongens die wat minder aan bod komen, mochten minuten maken, mochten ritme opdoen. En in die eerste helft is de eerste kans ook voor PSV. Schoonbrood met de paas op Katic, maar die is wat aan de harde kant. Eerste kansje dus voor PSV, maar daarna is het de beurt aan Zulte Waregem. De ploeg is beter dan het elftal van Geert Brusselers. En krijgt kansen. Dit is Amu Djaba. Met de voorzet en achterin laat Wallenburg zich verrassen. En Ike Kriene is het met de 0-1. Goeie voorzet. Wallenburg is zijn man kwijt. En Rouleau daar geklopt in de korte hoek. 1-0 dus voor Zulte Waregem. Dan dit moment. Banani kopt de bal te kort terug. Amu Djaba met de kans en de redding van Yuri Rouleau. En zo is PSV onder 19 slordig in die eerste helft. En Schepers noteert. Hier gaat PSV opnieuw in de fout. Chiani is dit. Teunissen is niet daadkrachtig, grijpt niet in. De bal via Tanriver voor de voeten van Luigi Kools. En dan staat het 2-0 en dat is op dat moment dik verdiend. Tanriver grijpt half in. Kools met de uitgelezen mogelijkheid. En hij schiet hem heerlijk in het dak van het doel. Rouleau opnieuw gepasseerd. En PSV, ja, het bakt er echt heel weinig van in die eerste helft. Op slag van rust is dit Banani met de voorzet. En zowaar de treffer van Joey Konings. Mooie goal in een verder belabberde eerste helft van PSV onder 19. En dit ziet er dan toch lekker uit. Na rust wordt er flink ingegrepen door Brusselers. Jordan Theze, Maxime Soulas, Leandro Fernandez, Cody Gakpo en Joël Pirou komen in de ploeg. En dat betaalt zich uit. Joey Konings met zijn tweede treffer van de middag en het staat 2-2. Theze met de voorzet. Konings handelt als een echte spits. En Willock voor een tweede maal gepasseerd. En met die wissels wordt het spel ook beter en beter. Hier is Cody Gakpo. De actie, het schot, de redding van Willock. Maar er zat wat meer schwung in het team van Brusselers. De aanvallen werden wat frivoler. De kansen werden groter. En het werd ook wat leuker om naar te kijken. Theze met de voorzet. Gakpo. Eenmaal, tweemaal moet die bal dan terugleggen. Gakpo schiet zelf en raakt de paal. Pirou. Konings. Ja, die gaat naar binnen, dat weet je. Konings met het schot. En weer Willock. En zo zien we in die tweede helft helemaal niks meer van Zulte Waregem. Is het enkel PSV dat de klok slaat. Gakpo. Veel dreiging kwam er van hem. Teunissen. Terug naar Cody Gakpo. Nou, nu dan Gakpo. Hij schuift hem naast. Fernandez met een prachtige opening. Blind gegeven. En Gakpo is weer eens op de brommer. Gaat om een Tobo heen. En die maakt dan de overtreding. Scheidsrechter Leon op het hoog. Geeft het aan. Kan niet anders dan hier een strafschop geven. Ja, goed gedaan van Gakpo. Zet het blok. De overtreding van een Tobo. Gakpo zelf achter de bal. En hij zorgt voor de voorsprong voor PSV onder 19. Geen kans voor Willock. En dan speel je één draak van een helft, een betere tweede. En dan win je uiteindelijk zelfs nog met 4-2. Want dit is Cody Gakpo. Ingestudeerde vrije trap lijkt dit. Daniels met de trap. Het overstapje is hier van Konings. De treffer van Gakpo. PSV wint met 4-2 van Zulte Waregem.